De meeste mensen weten dat Nardus meer dan een gewone plek is waar ze boeken en strips verzorgen. Dat is een kenniscentrum met een warme herten. En voor de warmste beken en die gasten ook een schoen voor gedaan. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Ja. Zou je het ook met Carmen van Ams? Project medewerker? Medewerker van project. Dat klinkt wel machtig. En zie je als je een woordje uitleggen over wat dat daar nu zijn gebeurd? We doen dan dus mee voor Music for Life. Omdat we dat eigenlijk wel belangrijk vinden dat iedereen een keer zijn warm hart vindt. Dus op die dag. En dus wat hebben we er voor goed doel gekozen, dat is de mughelie. Dat is een beetje in de belangstelling gekomen ook in de laatste week, dus het programma VTM. Maar het is niet alleen daarom, die mensen hebben eigenlijk niks van subsidies. Dus ze leven dus eigenlijk, of ze zijn operationeel, door het geld dat ze krijgen van wie en van ik. En als ze dat niet krijgen van hef, en als ze dat dus niet krijgen, kunnen ze dus gewoon niet in de rum. Ze doen 3 tot 4 interventies per dag. En ik vind het eigenlijk wel belangrijk dat iedereen bij welke die stil staat, wat dan die mensen eigenlijk allemaal doen voor ons. Dus, hoe gaat dat hier in zijn werk? Ieder heft is dus eigenlijk al vrij content mee. Dus dat mag van de kleinste cent tot zoveel dat je maar kan. Ja. Vanaf 5 euro mag je aan ons rad draaien. En dus met een Music for Life rad gemaakt. En dus je klikt op de muis, kan je rad in gang. En dus krijg je verschillende mogelijkheden en kun je verschillende prijzen krijgen. Kun je wel? Ja. Dus we zijn dus hier in Arles nu een bijenkast staan, al sedert een klein jaar. En dus onze bijtjes, 60 bijtjes, dus die bijtjes zijn honing geproduceerd. Dus hij doet kassen op een potje van onze honing. Dus dat Argusium is Argusium zijn? Argusium, wow. Ja. Dat is eigenlijk dus een collector's item. Ja, eigenlijk wel. Super lekker. Ja. En wat kun je dus nog in? Een zakje chips. Dus, de Pokoloko gesponsord ook. En met zo'n eigenlijk pop. Bloemtjes. Bloemzatjes, dus we hoeven de beetjes wat. En je kunt ook een beetje adopteren. Dus soms ben je de kassen dat je een beetje adopteert en een certificaatje van adoptie. Dus proficiat zijn we toen die. En die hebben dus beetjes adopteren. En dat Nargis van Roeselaar al bezig is met zijn heft te doen, dan is dat wel een hele goede zaak. Hoi. Zeg, ik was met, hij was een tweelander. We gaan morgen nog een filmpje zetten van de warmste weten. En een compliment